Een bijzonder fijn weekend en welkom opnieuw bij Cocktail. Iedereen houdt wel van dieren, groot of klein, maar als het over ongedierte gaat, dan daalt ons enthousiasme toch wel naar ongekende dieptes. Bij mij redder in nood in de zetel, dat is Tim van Loon. Van harte welkom. Dank je wel. Tim, ongedierte, leg eens uit, over welke dieren hebben we het dan? Goh, ongedierte is een vrij ruim begrip. Dat kan gaan over muizen, ratten, kakkerlakken, vliegen, wespen, mieren, muggen, motten. En zo kan het nog wel even verder gaan. Ja. Nu, ongedierte is in mijn ogen altijd iets wat, of wanneer wordt het ongedierte? Als het storend begint te zijn voor de mensen in hun woon- en werkomgeving. Ja. Zelf ben ik de grootste dierenvriend die er is. Het klinkt misschien een beetje onlogisch met mijn job, maar ondanks dat gaan wij geen onnodige dieren bestrijden, geen onnodige ongediertes bestrijden. Ja. Dus dat is wel voor ons een hele belangrijke pijler. Voilà, ik ben al meteen fan, als je het zo formuleert. Kijk eens aan. Ja, je zei het natuurlijk, hè, ongedierte, een spin is een spin. Klopt. Tot als het inderdaad lastig wordt, als je er te veel hebt of als je huis wordt ingepalmd door deze beestjes bijvoorbeeld. Ja, onze vrienden, de ratten. Klopt. Ja, de muisjes. Ja. De kakkerlakken, die zijn heel talrijk aanwezig in verschillende steden van dit land. Ook in Leuven bijvoorbeeld. In Leuven komen ze zeker alvast tegen, absoluut. Kakkerlakken. Ja, kakkerlakken is iets wat heel gemakkelijk meegedragen wordt ook. Het wordt bijvoorbeeld een kot, een studentenkot. Iemand heeft er last van. En het gaat heel gemakkelijk over van de appartementen naar boven, naar links, naar rechts. Of bijvoorbeeld een bakker, heel gevoelig voor kakkerlakken. Een bakker geeft zijn brood mee, doet een levering naar andere horecazaken en zo gaat dat heel gemakkelijk, gaat dat heel gemakkelijk mee. Ja. Klinkt appetijtelijk, dat is goed. Zeg, en deze beestjes, is dat een soort krekel? Of? Dat is een krekel, ja, inderdaad. Ja. Mieren, kan het ook een plaag zijn? Mieren kan zeker een plaag zijn. Deze zomer bijvoorbeeld zijn er heel veel problemen geweest met mieren. En mieren is iets, ja, komt altijd op zoetigheden af. Ja. Een heel slim beestje ook, die zoekt zijn... Zijn eten en die maken echt een straat naar dat eten toe. Ja, dat is waar. Ja, klopt. Ja. Dan noemen ze dan de mierenstraat. Ja, en inderdaad. Het zijn vooral de rossen, denk ik. Die, of goh, nee, meestal zijn de tuinmieren. Rosse mieren zitten meestal in het gras. De zwarte mieren die komen meestal in en rond de woning voor. Maar ze kunnen heel veel. Het zijn echte werkers ook. Ze kunnen echt klinkers laten verzakken. Ze maken echt gangen onder de klinkers. Dus het zijn echt serieuze werkers. Ja, zeg, je hebt hier nog een foto meegebracht van de vliegen. De zomer is zo net een beetje gepasseerd. Maar toch, je hebt iets meegebracht en dat kunnen we dan meenemen naar volgend jaar toe. Dit is ook iets om vliegen mee te vangen. Klopt, inderdaad. Ik ben voorstander. Waarom? Wij zijn een firma, wij proberen zo min mogelijk met gif te werken. Ja. En eigenlijk moeten we gaan zien naar het preventieve. We proberen toch zo min mogelijk echt met gif te gaan werken. In dat opzicht, preventie kan op alle mogelijke manieren gebeuren. Het begint met een vliegraam. Mensen zetten hun deuren, hun vensters, hun terras. Ik dacht een vliegklopper. Vierkantig open, dat is ook een begin, absoluut. Okay. Maar als we beginnen met die vliegenramen, dan gaan die vliegen natuurlijk al voor een groot stuk buiten blijven. Ja. Een vliegenraam of een deur die open staat, dat is vragen om problemen, zeker in horeca waar eten en voeding in de keuken staat. Ja, ja. Als we dan gaan werken met zo'n toestel, dan gaan we eigenlijk op een gemakkelijke manier de toevallige indringers gaan wegvangen met het UV-licht van die lamp en dan een kleefplaat die erachteraan in zit waar ze proper tegen kleven. Ze worden er door aangetrokken? Ze worden aangetrokken, ze gaan daartussen zitten en ze komen op die kleefplaat terecht en ze zitten eigenlijk volledig vast. Ja, klopt. Oké, voor de rest van je leven. Wij gaan die kleefplaat dan geregeld vervangen natuurlijk, absoluut. Ja, we moeten goed. Een klein beetje hygiëne, zou we denken. Voilà, het is dat. Ja. En ook muizen en ratten, heel veel mensen hebben er last van die een tuin hebben. Niet altijd makkelijk om ze te bestrijden, hè? Nee, klopt. Muizen is iets wat altijd winter en zomer voorkomt. Nu, het seizoen dat er nu gaat aankomen, de herfst bijvoorbeeld, gaat dan natuurlijk, het wordt kouder 's nachts en ze gaan gemakkelijker binnenkomen. Daar heb ik wel een tal van tips voor, hoor. Bijvoorbeeld, mensen hebben heel vaak van die spouwvoegen in hun woning, onderaan. Dat zijn eigenlijk volledig open deuren voor die beestjes. Een millimeter of 5 is genoeg om die beestjes te laten binnen te glippen. Centimeter? Millimeter? Millimeter. Effectief, het puntje van een balpen is voldoende. Ma. Ja, klopt. Dus die beestjes, dat is gemakkelijk voor hun. En heel vaak, mensen vinden het dan prachtig om hun huis aan te leggen met buxus tot tegen de gevel. Beestjes kruipen eronder, ze zitten binnen en het is eigenlijk heel gemakkelijk. Ja, en ratten? Ratten heeft een duimbreed nodig, dus het is zo'n beest, maar ze geraken wel door een duimbreed door. Hetzelfde verhaal, openingen, gaten, die moeten eigenlijk allemaal dichtgemaakt worden. Ja. Wat heel veel mensen ook doen, en dat wil ik echt adviseren ook, is hun kippen. Ze hebben allemaal kippen voor een afval van het eten. En ze gaan die s'avonds de overschot van het eten gaan geven. Kippen gaan op stok en de ratten hebben gewoon een eerlijke maaltijd. Ja, eigenlijk gewoon even in de koelkast bewaren, 's morgens in het kippen ook kappen en dan is het eigenlijk voor een groot stuk al opgelost. Of toch een...
poging tot. Is het zo dat ratten ook kuikens en zo aanvallen? Dat kan. Een rat kan inderdaad kuikens aanvallen of zelfs kippen als ze echt in nood zijn. Het zijn dieren die agressief kunnen zijn wanneer ze in het nauw gedreven worden. Konijnen? Zou kunnen, maar dat wordt niet zoveel gedaan hoor. Okay. Maar het zou wel kunnen. Dan gaan we eerder meer naar de steenmarters en consortenvossen bijvoorbeeld, wat ook een hevige plaag aan het worden is. Maar dat zijn beschermde diersoorten, voor alle duidelijkheid. Dus daar mag je niks aan doen? Nee. Enkel tips geven om ze buiten te houden. Ja, oké. Okay. Ja. Een tip voor een steenmart? Alle gaten dichtmaken. Zorgen dat uw kippen mooi afgesloten zijn, dat die niet of s'avonds eventueel binnenzetten tot 's morgens. Maar zorgen dat die eigenlijk gewoon niet de vrije loop heeft. Maar kunnen die ook niet graven? Die kunnen graven, ja, absoluut. Dus laat ons het zo stellen, als ze ze willen hebben, hebben ze wel. Ja. Maar kunnen ze proberen zo moeilijk mogelijk te maken. Natuurlijk. Eerst een betonnetje gieten in het kipkot. Kunnen we doen, ja. Wat klinkeren. Voilà, een parket. Zeg, je hebt nog iets meegebracht hier op onze tafel, was dat? Ja, klopt. Dit is ons muizenlokdoosje. We werken natuurlijk heel vaak ook in horecazaken, voedingsindustrie, industrie gewoon. Ja. En daar wordt het preventief verwacht om preventief iets te doen. Waar ik altijd mij een beetje aan stoor, is dat het nog altijd een taboe is rond het ongedierte. Ja. Het is echt niet gemakkelijk hoor, want sommige mensen denken, oh, reclame voor mijn deur, van een auto. Nu, voor alle duidelijkheid, wij hebben anonieme wagens, dus wij gaan nooit echt reclame voor de deur zetten. Maar 90% van onze klanten zijn preventief. Dat wil zeggen dat die mensen de moeite nemen om preventief iets te doen tegen ongedierte. Want ja, het is dikwijls te laat om ermee te beginnen als er problemen zijn. En dit is zo één lokdoosje waar dat wij gaan, ja, op strategische plaatsen gaan we die zetten. Die kunnen gesloten worden, dus nu zijn ze open. Hier gaan wij een soort gif in plaatsen. Mm-hmm. We gaan dat dicht doen en dan is het eigenlijk gewoon veilig. We krijgen dat zelf niet meer open. We kunnen met onze vingers erin aan. Voor kinderen, het is een pasta waar we mee werken, dus de graantjes liggen er niet rond. Graantjes hebben altijd van die mooie kleurtjes en dan denken ze dat snoepjes zijn. Ja. En dat is natuurlijk ook niet... Niet de bedoeling. Nee, ja, klopt. Okay, goed. Dus dat wordt heel vaak gebruikt. Dan hebben we ook nog dit. Dat is een kakkerlakkendetectieplaatje. Dat is eigenlijk gewoon heel simpel. Dat is gewoon een plaatje dat we gaan steken op warme plaatsen. Mm-hmm. Achter het koffieapparaat, achter een oven. Dus warme, vochtige plaatsen eventueel ook. Waar dat de kakkerlak het meeste zitten. En dit is puur detectie. Dit is geen bestrijdingsmiddel. Maar als er een kakkerlak op zit, dan weten we dat we actie moeten gaan ondernemen. Dat is eigenlijk heel simpel. Hij blijft plakken dan of zo? Hij blijft plakken, dat is een kleefplaatje. Ah, ja, okay. Met een feromoon op, dat is een seksuele lokstof, om die beestjes aan te trekken. En eens als ze vastzitten, zitten ze vast en kunnen ze natuurlijk niet meer terug. En kunnen wij het nodige doen. Ik dacht dan spontaan, zitten die vooral in de slaapkamer? Maar dat is een heel rare vraag, dus die ga ik dan niet stellen. Nee, in de slaapkamer wel andere beestjes die we tegenkomen. Daar wil ik het over absoluut hebben. Mijn beste Tim, dit mooie exemplaar. Ja. Wat is dit? Dit is wat we zo mooi noemen een bedwans of een wandluis, in de volksmond ook wel genaamd. Ja, waar zitten die? Goh, heel vaak zitten die in slaapkamers in en rond het bed. Plinten, naden, kieren, spleten, stopcontacten, schakelaars. Ze kruipen volledig langs alle kanten weg en ze komen pas uit als de kamer beslapen wordt. Ja. Dat er CO2 uitgeademd wordt, er warmte aanwezig is in die kamer en dan komen ze buiten. Het zijn bloedzuigers. Ja, wat eten ze? Bloed? Ja, ze leven van mensenbloed. Een beetje van vampierbeestjes zo? Of, Eigenlijk wel, ja. Ze komen ook 's nachts uit. Hè. Dus ja, inderdaad. Het zijn zeer venijnige beestjes, dat kan ik u wel zeggen. Het is een plaag ook die serieus aan het opkomen is terug. Kan het zijn dat wij niet weten dat die beestjes in onze slaapkamer zitten? Ja, absoluut. Dat gebeurt meestal. Ja, klopt. Hebben we er last van? Ja, ze bijten. Ze zuigen bloed en het zijn allemaal beetjes. En heel typisch of kenmerkend zijn dat de beetjes kort naast elkaar staan. Dus in een cirkeltje of op een streep. Als je wakker wordt en je hebt die beetjes, dan moet je toch wel alarm beginnen slagen. Wat ik bijvoorbeeld altijd doe, maar is een beetje beroepsmisvorming, denk ik dan. Als een kamer of een hotelkamer binnenkom en het bed is mooi opgemaakt. Ik haal er alles af en ik moet alles gezien hebben. Dus ik wil zien of er geen bloedsporen op het bed zijn. Serieus? Of zwarte uitwerpsel, want hun uitwerpsel zijn eigenlijk ons bloed. Dus je kan het wel zien hoor, ik kan u wel wat foto's doorsturen. Ja, maar dat zijn dan propere lakens, dan zie je dat er toch niet op? Nee, maar op de matras, in het houtwerk of in de randen van het bed, daar kunnen we dat allemaal wel... Daar kunnen we dus je wel... hebt citytrip gehad, je hebt 7 dagen nodig naar eigenlijk je controle. Wel, ja. Eigenlijk wel, ja. Nee, maar het probleem is dat je ze heel gemakkelijk mee naar huis pakt ook. Dus wat doen de meeste mensen? Ze komen op hotel, ze leggen hun bagage op het bed, ze laden hun bagage uit, ze doen hun citytrip. Nadien juist van hetzelfde. Ze laden hun vuile was er terug mee in, ze pakken de beestjes mee, ze komen thuis en ze doen hetzelfde verhaal, maar omgekeerd. En zo zijn die beestjes eigenlijk heel gemakkelijk mee van in de hotelkamer bij ons in de slaapkamer geraakt. Oké. Okay. Kan je er allergisch aan zijn? Allergisch niet, maar de beten jeuken wel heel fel. Dus ik heb mensen gezien die echt onlangs nog een kindje had, 69 beten. Oh.
Die zag wel af van de jeuk, hoor. Kunnen we het verwarren met spinnen of muggenbeten? Of is het zou kunnen, maar het is echt heel typisch dat ze effectief kort bij elkaar staan. Ja, dus de beten dan bedoel ik. Hè? Ja, dus, ja. Nu, het is wel zo dat wij inderdaad... Ja, we zijn toch wel gespecialiseerd op dat vlak. We hebben hotels waar we daarvoor komen. We hebben daar pas in een hotel in Brussel hebben wij ongeveer 55 kamers opgelost. Maar constant komen er nieuwe gevallen binnen. Dus we zijn er eigenlijk constant elke week bezig met het bestrijden van die... Ja, van die beestjes. Zowel preventief als inderdaad effectief bestrijden. Dat is vooral curatief effectief. Ja. Want dan gaan we strijden als er zijn. Ja. Maar inderdaad, we hadden ook zoiets van, we moeten iets vinden om te weten of dat er zijn. Want visueel zoeken is echt zo moeilijk. Omdat ze echt achter plinten kunnen gaan zitten, achter schilderijen of achter behangpapier. Dus het is visueel vinden is super moeilijk. Je lijkt me een creatief man, dus wat heb jij erop gevonden? Ik ben op zoek gegaan, inderdaad. En wij hebben een exclusieve samenwerking met iemand afgesloten die het trainen beheert van honden. Mm-hmm. Die hond hebben wij inderdaad geleerd om bedwants te detecteren. Dus dat is een geur dat zij afscheiden. Dus eigenlijk kan die hond op een vrij gemakkelijke manier die hotelkamer gaan inspecteren, detecteren ook. En als er bedwantsen gevonden zijn, dan blijft hij eigenlijk gewoon stokstijf zitten. Dus eigenlijk is het een beetje een drughond, kennen we allemaal. Maar dit is dan een hond... Specifiek voor bedwantsen. Getraind om bedwantsen ja, op te sporen. Alleen die beestjes. Alleen die beestjes. Mijn beste Tim, ergens in deze ruimte... Zitten er op dit moment bedwantsen, mm-hmm. effectief, ja, verstopt, door jullie uiteraard. We hadden een verrassing meegebracht. Veilig in een potteke, weliswaar. Mm-hmm. Je hebt ook, hoe moet ik het noemen? Zijn trainer is niet echt, hè? Begeleider. Begeleider meegebracht, Chris. Ja, klopt. En zijn hond, Nemesis. Mm-hmm. Ja, inderdaad. Zullen we die erbij halen? Graag. We gaan het eens even testen. Chris en Nemesis, hallo. Kom erbij. Hallo. En nu ben ik zo benieuwd. Chris, wie heb je meegebracht? Ik heb Nemesis, een van de bedwantsen die ik juist heb opgeleid. Ja. Bedwantshond, hoe heet dat dan? Een bedwantshond. Een bedwantshond, ja. Oké. Ze is nog jong, hè? Ze is 18 maanden. Oké. Dus ze is puur getraind om bedwantsen op te sporen. Ja. En vindt ze dat plezant? Allee. Ik denk dat wel. Dat zullen we direct eens laten zien. Natuurlijk. Ja, in onze studio, ik zei het net al, zit er inderdaad bedwantsen verstopt. Ik ben er ook geweldig content mee dat jullie dat gedaan hebben. Hoe begin je daar nu aan? Eerst de selectie van de hond. Hè. Dus, want je moet voorstellen dat die hond ook in hotels moet gaan zoeken. Ja, ja, ja. 40 kamers op een dag kunnen doen met deze hond. 40 kamers? Hij moet heel ambitieus zijn natuurlijk. Ja. En ook de drive hebben natuurlijk voor te willen werken. Volgens mij zit dat wel snor. Zit wel snor bij haar, denk ik. Het wel, ze is nu rustig, maar we gaan de deksel aan het werk. Ja, oké. Okay. Ja. Zometeen laat je haar dan los of begeleid je haar? Ik zal ze hier begeleiden met lijn, maar in hotelkamers loopt ze vrijwel. Oké. Nemesis, er zitten vieze beestjes vandaag, echt waar. En ik zou zeggen, verras ons. We zullen eens kijken, hè? Ja, het is goed. Oké. Oké, succes. Oh, dank u. Ja, goed zo. Waar zit hij? Ja! Ze duidt aan met haar poot. Ze toont effectief met haar poot. Ja, ze toont effectief aan met haar poot. Dat die onder zit, ja. En zit er iets onder de zetel? Ik ben heel benieuwd. Ja, ik zal Nemesis, heb je iets gevonden? Ik even vaststellen, kom vriend. Ze zeggen, Chris, duik onder onze zetel. Chris, verras ons, wat zit er onder de zetel? Er zitten zeven bedwantsen in. Je mag het meenemen. Ja. Mag ik ze even hebben? Ja, zeker. Dank je wel. Alsjeblieft. Hier zitten zeven bedwantsen in. Dat is een van de moeilijkste geuren voor aan te leren, inderdaad. Zie je, het is het is levend materiaal. Dat zijn mottige beestjes, hè? Ja. Echt waar. Oké, en die spreiden dan een die verspreiden de geur. En daar wordt de hond op opgeleid, hè. Ja. Wat een toffe job. Nemesis, mijn complimenten trouwens. Je hebt het fantastisch goed gedaan. Krijgt ze dan een beloning? Want ik zag, ja, het balletje heb ik juist gegeven. Niks om te eten. Geen bedwants of zo. Nee. Heren, dankjewel voor de komst. Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, dat is graag gedaan. Dankjewel voor de demonstratie daar aan de andere kant. En zometeen nog meer honden. En als ik zeg honden, dan bedoel ik echt honden. Ik had eigenlijk een pupje mee naar de studio gevraagd, maar die is ineens heel snel gegroeid. Het resultaat, dat zie je na dit.